Zo Henk, zijn dit de lekkerste? Ja, zeker. Ja. Ja. Het was vandaag niet best van Utrecht. Klopt. Waar zit dat toch in? Nou, ik denk dat ik al een paar keer benoemd heb. Ja, we moeten op dit moment strijden voor elk punt. Dat hebben we gedaan. Ja. Als we eerlijk zijn, kijk naar de wedstrijd. Zijn jullie vooral het eerste uur weggetikt door Heerenveen? Waar hadden jullie het lastig mee? Ik denk dat wij inderdaad in de eerste fase gelukkig wegkomen. Maar met name door de kwaliteit van onze keeper. Dat we in de wedstrijd blijven. Ik denk dat we eigenlijk goed beginnen. Een paar minuutjes. En dan, dan zijn we het kwijt. En dat heeft deels ook uiteraard met de tegenstander te maken. Hè? We werden gesteund door het publiek. Speelden een goed positiespel en wij kregen er geen grip op. Hè? We begonnen in 4-3-3. En we schakelden naar 4-4-2 naar Ruit. Maar dan werd het eigenlijk beroerde. Dus we schakelden weer terug. Ja, en toen, toen waren we blij dat we met die 1-1 de rust in gingen. Dat is zo. Ja, de eerste helft was niet best. Nou, de tweede helft, dan moeten we uit een ander vaatje tappen. We zijn wel blijven staan in die 4-3-3. Want dat stond het meest duidelijk voor de ploeg op dit moment. En dan is het een compacte organisatie. En dan is het waarschijnlijk voor iedereen die had verwacht een open wedstrijd. Heel veel kansen, heel veel fouten. Dat was gelukkig van onze kant in de tweede helft minder. En dan, nogmaals, dan denk ik dat je goed wegkomt. Aan de andere kant ben je ook super efficiënt. Dus het is wat je ervan wil maken. We willen beter, maar we willen ook vooral punten. Ja. Wat zeg je na afloop van zo'n wedstrijd in de kleedkamer? Gefeliciteerd met de punten. Dat is het enige? Ja, ik denk dat je blij moet zijn als je gewonnen hebt. En dat zijn we. En natuurlijk. Er zullen best wel weer een aantal zaken die niet zo goed waren. Hè? En dat kan ik niet ontkennen. Maar ik denk dat we vooral blij moeten zijn op dit moment met de punten. En dat we ons herstellen. En dat we dadelijk wat beter willen voetballen is ook duidelijk. Maar volgens mij heb ik een ploeg gezien die bereid was heel ver te gaan. Voor elkaar, met elkaar. En dat is waar ik nu veel meer waarde aan hecht dan al die andere opmerkingen die ik waarschijnlijk ook wel terecht vind. Maar waar ik niet zo heel veel mee ga doen. Nee, want als je kijkt naar het wedstrijdverloop en je speelt 100 keer zo'n wedstrijd. Hoe vaak ga je hem dan verliezen? Ja, ik ben niet paranormaal begaafd. Intuïtie. Maar ik denk nogmaals dat je een punt hebt dat je goed wegkomt. Dat heb ik al aangegeven. Ik denk dat wij een fantastische keeper hebben. Die hebben zij ook. Ik denk dat wij een ploeg hebben die aan het knokken was. Die hebben zij ook. Dus wat dat betreft nogmaals, denk ik dat we vooral gewoon heel blij moeten zijn. En ik kan heel veel negatieve dingen gaan belichten naar mijn groep toe. Naar mezelf toe. Maar ik denk dat we eerst nu even heel blij moeten zijn. Ja, want hoe is het met jou? Weekje griep gehad? Nog niet helemaal de oude? Nee, maar dit maakt alles goed. Hier is waar we het voor doen. Dus ik ben super blij voor de, in eerste instantie voor de jongens. Voor mijn staf. Die hebben heel veel werk geleverd, hè, dat zag je ook. Er stond een team, in alle opzichten. En ik ben vooral blij voor de supporters. Hè, die het zwaar hebben en die er gewoon weer waren om ons te steunen. Dus we hebben weer een stapje gemaakt. We hebben vorige week een goede tegenstander, hè, die goed draait. En ook nu een tegenstander die het behoorlijk doet. Dus ja, nogmaals, ik denk dat we alle reden hebben om vooral eerst blij te zijn. Beter als sprintje is er niet, Henk? Nee, klopt. Ja.